Hey, Rebecca Sikkema hier. Welkom bij deze video. Vandaag ga ik je een swipe laten zien. Ik wil heel graag een tafel van mij gaan doen. En daar wil ik een swipe op gaan doen. En het is een tafel van de Kringloop. Ik al heel lang staan en die wil ik graag een cool design geven. Daar zie ik heel erg naar uit aan dat project. Maar ik dacht, ja, laat ik eerst eens even een proef gaan doen. Want ik ga namelijk een andere verfsoort gebruiken dan ik normaal gesproken gebruik. Namelijk de Prism Pour. Prism Pour van Ultra Metallics ook nog eens. En zijn hele coole kleuren, dat wel. Maar mijn ervaring met deze kleuren is dat ze nogal overheersend zijn. Nou dacht ik, ik ga ze gewoon samen gebruiken. Want dan voor elkaar moet het kunnen. En ik werk altijd met Australische Floetrol voor de swipe. Nou ja, ik ben dus heel benieuwd hoe dat gaat werken en of dat gaat werken bij deze verf. En daarom ga ik met diezelfde kleuren eerst eventjes twee proefjes maken met de swipe. Om te kijken wat het doet voor op mijn tafel dadelijk. Dus kijk even met me mee hoe die wordt. Het is echt wel een hele coole verf. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk opdroogt. Nou, let's see. Hier mag er wat af, daar mag er wat af. We gaan gewoon even heen en weer. En kijken hoe wij dit mooi krijgen. Maar dat gaat het wel worden. Die kant heb ik erg mooie cellen, dus die wil ik eigenlijk niet kwijt. Dus snel weer omdraaien. En daarheen. Mag wel een stukje af. Maar niet te veel ook. Dat is toch een soort driehoek in. Dat is heel grappig. Dus dat nog even weghalen. Hups, daar, dat. We gaan weer terug. En een beetje zo. Het is al gaaf geworden dit. Ja.
Dan gaan we eens kijken of we die kant ook nog even eraf kunnen krijgen daar. Zonder dat we alles verliezen. Wauw, 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 wauw. It's beautiful. Kijk hoor. Hij is echt mooi. Ik ben benieuwd, want die goud, bij die andere is het helemaal weggevreten. Want deze verf is zo overheersend. Maar nu is het mooi met dat goud erin, ja. Maar ja, je hebt dus eigenlijk gewoon deze verf nodig in zijn eentje als het ware. Om te kunnen zorgen dat het blijvend is. Alles wat niet van die verf is, is uiteindelijk niet blijvend. En wat vind ik het mooiste stukje? Leuk. Dat is ook zo'n leuke vraag. Misschien wil ik hem toch wel ietsjes zo hebben. Wel wat uit het midden. Ja, dit vind ik mooi. Wauw, heel mooi. Ik ben heel tevreden. Inmiddels is mijn swipe opgedroogd. En dit is hem. En ja, hij is... Het is zo hiervoor, houden. Hij is best cool geworden. Als je hem dichtbij ziet, dan zie je dat hij best cool is. Maar ik vind hem wel vrij donker opgedroogd. En duidelijk zie je dat de vloedrol, dus de Australische vloedrol, weggevreten is door deze verf. Dus daar ben ik niet echt helemaal blij mee. Maar ik ga eens kijken hoe het is als ik hem vernis of zelfs resin erop doe. Want op zich is die wel mooi. Hij schijnt mooi. Het is een hele mooie metallic verf. Dus ik ben wel benieuwd. Maar ik heb hier een proefje gedaan met Bleiswijk in ongeveer dezelfde kleuren. En dan zie je wel dat die Bleiswijk veel meer zijn vorm behoudt en de cellen behoudt. Dan bij deze het geval is. Dat je hier dus veel meer krijgt wat je eigenlijk zou willen hebben. Maar ik ga deze dus in de resin zetten, in de epoxy. En dan gaan we gewoon eens kijken wat daaruit komt. Nou, inmiddels is het na mijn vakantie. En ik heb mijn werk met vernis behandeld. En ik vind hem zeker mooi geworden. Misschien moet ik toch even een lamp aandoen. Maar ik denk dat je het best aardig kan zien. Als ik te dichtbij kom, dan wordt het niet zo best. Nou, zoals je ziet is het resultaat best heel mooi. Maar wat donker. Ook met vernis. Dus het is niet mijn voorkeursverf. En de reactie die hij heeft met mijn Australische vloedrol is niet zo best. Nou ja, goed. Het resultaat is alsnog best heel mooi. Als je goed kijkt, hij glimt natuurlijk wat. Dan zie je dat het best een heel mooi ding is. Dus het was een leuke proef. Ik ga de tafel die ik volgende week ga doen, die ga ik iets meer goud toevoegen, zodat hij wat lichter uitkomt, hopelijk. We gaan het zien. En het is gewoon weer een spannend iets. Dus ik ben heel benieuwd naar volgende week. Kijk gerust even mee, want volgende week maandag dan komt de tafel eraan. Nou, tot gauw en leuk dat je keek.